komende dagen dan staat het Raadhuisplein in Waalwijk volledig in het teken van het Kersthuis 2016. En evenals de voorgaande editie, al in 2012 was dat alweer, hebben we dezelfde twee goede doelen waar geld voor ingezameld gaat worden. Hopelijk zoveel mogelijk. En dat zijn Hospice van Sinus de Wind en het Inloophuis Toon. Eerder vandaag ging ik al kijken bij Hospice van Sinus de Wind wat ze met dat geld van toen hebben gedaan. Boutje, dit is waar het geld van 4 jaar geleden, 2012, het Kersthuis naartoe is gegaan. En waar staan we precies? We staan nu in de stilteruimte. En wat gebeurt hier zoal? Waar is de ruimte voor bedoeld? De ruimte is in eerste instantie voor onze gasten en familieleden, dat ze hier dagelijks naartoe kunnen gaan en een kaarsje kunnen aansteken en even tot bezinning kunnen komen. Mocht er bij de editie van dit jaar weer zo'n mooi bedrag uitkomen, waar gaat het geld naartoe? Dan willen we heel graag een overkapping bouwen hier bij de voordeur, zodat wij onze gasten al bij de ingang warme zorg kunnen bieden zonder regen. Want dat is wel als op dit moment de ambulance hier zo aankomt rijden. Ja, dan en er is stromende regen, ja, dan is het een heel gehannes om droog binnen te komen. En dan het Inloophuis Toon. Zij zijn ontzettend blij dat ze wederom gekozen zijn als het goede doel. Ik ben heel blij dat het nu weer georganiseerd wordt. Sowieso is het natuurlijk een prachtig evenement in Waalwijk. En ik denk dat dat gewoon heel mooi is en een heel verbindend evenement. En als ik het programma zie, dan ziet het er fantastisch uit. Ik heb het 4 jaar geleden zelf niet meegemaakt. Ik ben geen Waalwijkse, dus ik ken het niet. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd hoe het gaat worden en wat er allemaal staat te gebeuren en hoe het gaat lopen. Dus ja, elke keer dat het er is natuurlijk geweldig. Nou, is er eigenlijk nog één boodschap die jullie allebei kwijt willen aan Waalwijk, aan het publiek, aan de mensen die dit filmpje nu ook zien. De brievenbus moet klepperen. En heel dikwijls is dat verkant. Dat ik door mijn rug ga om het geld op te ruimen. Merry Christmas!